Pim Fortuyn heeft al tijdens het eerste gesprek over een nieuw college van burgemeester en wethouders in Rotterdam een ultimatum gesteld aan de andere fracties in de gemeenteraad. Fortuyn wil alleen een coalitie vormen met VVD, CDA en D66. Als die partijen aanstaande maandag niet ingaan op zijn uitnodiging voor onderhandelingen daarover, houdt Fortuyn het voor gezien en laat hij de eer aan de PvdA. Letterlijk, met de camera's in zijn nek, hield Pim Fortuyn vandaag de eerste onderhandelingen met de politieke partijen. Dat het zo openbaar zou zijn, had ik zelfs niet kunnen denken. Maar goed, zo is het. En misschien is het ook goed voor de democratie. Fortuyn wil pertinent niet met de PvdA. Hij mikt op een college met de VVD, CDA en D66. Maar die vinden zijn politieke voorstellen veel te vaag en willen oplossingen horen. En ik daag u uit. Lijkt mij goed om aan u te vragen, doe net als wij. Leg een stuk op tafel, zodat we daarmee met elkaar in gesprek over kunnen raken. Maar geeft u nou eens echt aan van wat bedoelt u, wat wilt u nu met een multiculturele samenleving? Pasklare antwoorden had Fortuyn niet. Meneer Fortuyn, wilt u mij met het probleem van die beschermingscamera's nou helpen? Want ik weet mevrouw, zeg, ik ga hier nu toch niet over beschermingscamera's praten. Maar uw partij levert een wethouder veiligheid. Nou, die wordt daarmee opgezadeld. En die wordt daarmee opgezadeld. En wat gaat die dan doen? Dat ben ik dus heel benieuwd naar, wat die wethouder gaat doen. Daar heb u nog geen idee van. Oh. En omdat hij de antwoorden niet gaf, wilden de partijen niet op voorhand ingaan op een vervolggesprek. Nou, mij lijkt de conclusie nu voor de hand te liggen. Ik zou zeggen, we houden mee op. Fortuyn schrok waarschijnlijk van zijn eigen woorden en kwam er direct op terug. Hij nodigde de partijen alsnog uit om maandag te komen praten. Zo niet, dan is wat hem betreft de PvdA aan zet.